In winkelcentrum De Terp aan het Amsteldiep zit deze juwelier. Momenteel is de winkel gesloten, een rechtstreeks gevolg van de inbraak op maandag 27 maart. Ja, die nacht iets voor 4:30 kreeg de politie een melding van een inbraak bij de juwelier hier achter ons. Ze waren heel snel de agenten, maar helaas waren de inbrekers al gevlogen. Op camerabeelden zien we dat ze rond 4:00 binnen zijn gekomen en ongeveer 18 minuten later weggaan. Nou, vermoedelijk met duizenden euro's aan sieraden. Natuurlijk verschrikkelijk voor de eigenaar. Ze willen heel graag deze zaak oplossen. Een van de drie daders gaat naar binnen door een gat in het rolluik. Hij krijgt van buiten de winkel een zak aangereikt en hij gaat vervolgens op strooptocht. Als het alarm afgaat, gaat hij onverstoord door. Hij slaat diverse vitrines in en probeert zoveel mogelijk sieraden mee te nemen. Na ruim een minuut verlaat hij de zaak, die hij verandert in een grote puinhoop. Kijk even goed mee naar de beelden en laat het ons weten als u iets weet. Bel 0860 70 of met Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.